Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Fabian Gems. Mijn naam is Jantine en vandaag is eigenlijk de eerste video van een nieuwe videoserie die ik met jullie ga delen. En in deze videoserie ga ik elke keer een nieuwe vorm waar ik mee werk uitlichten. En met vorm bedoel ik een vorm waarin ik organite schiet. Dus dat kan een piramide zijn, maar dat kan ook een andere vorm zijn. Ik maak natuurlijk al een hele tijd organize en werk daarin ook met allerlei verschillende vormen. En daarbij komen steeds meer nieuwe mensen die mij volgen, die organize kopen. En daarbij blijft ook de vraag komen, hey, hoe werk ik nou exact met de organize? En wat is nou precies het verschil tussen de verschillende vormen? Dus met deze videoserie wil ik eigenlijk uitgebreider uitleg geven over de verschillende vormen. En vooral ook hoe jij je ermee kunt verbinden, hoe je ermee kunt werken en hoe een organiteit een ondersteuning voor jou kan zijn. Millie ligt hier lekker naast mij in de bench en ze is aan het kluiven. Dus als je al tussendoor hoort, dan is dat denk ik Millie. En in deze eerste video wil ik met jullie de vorm piramide gaan doornemen eigenlijk. Voor mij is de piramide wel echt de basisvorm om bij het werken met organites ook een hele krachtige vorm. Dus het lijkt me heel fijn om in de eerste video echt dieper in te gaan op de piramide-energie. Hoe je ermee kunt werken en hoe ik ermee werk. Voor jou om te voelen wat het voor jou kan betekenen. Mijn eerste vorm organites, dat waren ook echt piramides en ik vond dat direct al zo krachtig. En ik had zoiets, wow, wat is dit? En heel erg geïntrigeerd daardoor. En ik vind het ook heel tof om er nu steeds meer mee te werken en steeds dieper met de energie eigenlijk te verbinden. Het is zo'n krachtige tool eigenlijk. En voor mij voelt het eigenlijk als de energie die wordt gecenterd in het midden. De piramide wordt ook wel eens vertaald als vuur in het midden. Waarbij het zich dus letterlijk samenvormt hier in het midden. En op die manier kan jij ook heel krachtig met die energie gaan werken. Wanneer jij weet dat het zich samenvormt eigenlijk in die punt. En dat heb ik ook heel erg gemerkt met het werken met piramides. Dat wanneer jij een piramide, ik moet het even goed laten zien. Een piramidevorm letterlijk op jouzelf richt. Je verbindt met de energie. En je voelt het gewoon helemaal naar binnen stromen. Je laat jezelf eigenlijk als het ware op met de energie. En tijdens dat proces kan er ook heel veel loskomen eigenlijk. Een organite is een gebundelde energie op zich. Tenminste, zo ervaar ik het. Letterlijk datgene wat ik voel wordt vertaald naar een fysiek product. Een gevoel wordt tastbaar, wordt fysiek gemaakt. En die heeft een bepaalde trilling. En door jou letterlijk, net als met kristallen, met edelsteen eigenlijk, door jou letterlijk af te stemmen op die trilling en die trilling toe te laten, ontvang je het en kan er heel veel gebeuren. Er kunnen oude stukken loskomen, wat op die manier losgetrild wordt, wat voor sommige mensen eerst heel ongemakkelijk voelt. Ze worden in contact gebracht met een bepaald verdriet of bepaalde emoties die ze misschien helemaal niet willen voelen. Maar wat eigenlijk misschien wel heel fijn is dat het op deze manier naar boven komt. Waardoor je het kunt transformeren, los kunt laten. En een ruimte ontstaat. En eigenlijk die ruimte die ontstaat, ik ervaar dat zelf als het fijnste wat er is. Die ruimte maakt het mogelijk voor jou om eigenlijk steeds dieper jouw hogere bewustzijn te laten indalen. Echt vanuit jouw kracht. Vanuit jouw grootte, vanuit jouw meesterschap. Dat deel te gaan belichamen hier op aarde. En ik ervaar het zelf als iets heel bijzonders. Ik zit er zelf ook middenin. Tenminste, zo ervaar ik het. In die end ben je alles al. Maar heel bijzonder. Dus een organite kan je daarbij heel groot ondersteunen. Maar de kracht van de piramide wordt niet alleen gecenterd hier in de punt. Maar ook in de andere hoeken.
Dus ik heb gemerkt dat wanneer jij een oreonite plat op je lichaam plaatst, op een bepaald chakra, bijvoorbeeld op je hartchakra, op je keel, het letterlijk eigenlijk als een soort tool is die de energie eruit haalt, bijna als een magneet. En dan door de punt wordt het weer getransformeerd eruit. Het is eigenlijk als een soort kanaal om energie te transformeren uit je systeem. Dat is heel fijn. En dat kunnen echt die momenten zijn wanneer je voelt dat je wordt aangeraakt, bijvoorbeeld in bepaalde stukken. Dat je daar meer inzicht in wil, dat je gaat mediteren, dat je er rustig mee gaat zitten. Dat je de oreonite erbij kunt pakken. Misschien zit het wel helemaal dagelijks in je routine. Dat kan natuurlijk ook. Maar een oreonite kan ook al zijn werk doen door hem alleen al in een ruimte te zetten. Het is een combinatie van verschillende elementen waarbij het metaal wat erin zit van heel groot belang is. Bij mij in de oreonite laat ik het metaal eigenlijk nooit zien. Hier in die tweede laag zit een hele grote tensorring en in de andere laag zit koperschaafsel en nog een koperspiraal. En door deze oreonite alleen al in een ruimte te zetten, transformeert het ook de energie in een ruimte en verandert het letterlijk de trilling in een ruimte. Het heeft niet alleen effect op deze manier op straling van wifi, van computers, maar gewoon op de algehele energie in een ruimte. Dat heeft effect op jou, dat heeft effect op de planten, dat heeft effect op alle energie, alle levende organismen om jou heen. De video stopte er even mee, want ik zit weer aan de 5 minuten. Dus ik klik hem even opnieuw aan. De energieën in de piramide worden verzameld in het centrum. Daardoor is de piramide een levensbrengende kracht. Het wordt als een soort kosmische antenne. Waarbij het grootste gedeelte van de energie binnen in de piramide ligt. En een ander deel van de energie wordt verspreid via de 5 hoeken van de piramide. Het is dus echt een hele krachtige healingstoel.